Goedenavond, broeders en zusters. Fijn dat we elkaar hier op deze doordeweekse avond mogen ontmoeten voor het bezinningsuur ter voorbereiding op het heilig avondmaal dat we, als de Heer het ons geeft, aanstaande zondag willen vieren in de gemeente. Ik stel voor dat we met elkaar gaan zingen uit Psalm 25, daarvan het vijfde vers. Loutere goedheid, liefde, koorde, waarheid zijn des Heren paden, hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Ook hier komt het woord waarheid in voor. Afgelopen zondag hebben we in de dienst van voorbereiding op het avondmaal ook stilgestaan bij de gordel van de waarheid, waartoe we worden opgeroepen om ons daarmee te omgorden. Dat is de waarheid van het evangelie, zo hoorden we. En daar zingen we dus ook over met Psalm 25, het vijfde vers. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere, zo zijn we samengekomen voor een moment van stilte, een moment van bezinning voor uw aangezicht. Nu we in deze week van voorbereiding, Heere, door u geroepen worden om ons te onderzoeken. Om de waarheid, zoals u die in uw woord aan ons openbaart, ook echt tot ons te laten doordringen. En Heer, als we dat doen, dan zien we de liefdekoorden van u. Die loutere goedheid van u. En Heer, u roept ons op en u nodigt ons uit. U spoort ons aan om uw woord als een schat gade te slaan. Want uw woord is immers de waarheid. Maar Heere, als we dan dat woord van u ontvangen, dan moeten we ook bidden: wilt u al onze euveldaden, al onze zonden vergeven, Heer? Want daaraan ontdekt u ons ook. Ook dat is het werk van uw geest. Ja, Heren, we zullen horen dat dat ook heel wezenlijk is bij de viering van het avondmaal. Om dat als een geschenk van u hoog te mogen achten. Heren, geef ons inzicht in de diepte van onze zonde en van ons zondige hart. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we daar gemakkelijk overheen leven. Ontdek ons aan wie we zijn in onszelf. En doe ons vanuit die diepten uitzien naar u, Heere Jezus. Opdat we u ook hoog zullen achten.
We danken u voor het moment dat u ons geeft, na zo'n lange tijd ook weer, om ons te kunnen voorbereiden op het avondmaal. En als zometeen uw woord open gaat, wilt u dan met uw geest daarbij ook aanwezig zijn? Wilt u ons zegenen in spreken, in luisteren, hier in de kerk en ook thuis? En laat het met elkaar een uur van bezinning, maar ook van verheerlijking van uw naam mogen zijn en worden. Leidt u ons zelf tot uw sacrament. En Heer, dan willen we dat ook in het bijzonder bidden voor hen die voor het eerst gerechtigd zijn om aan te gaan aan het avondmaal. Heer, wilt u geven dat er een hartelijk verlangen mag zijn om bij brood en wijn te belijden nogmaals dat u, Heer Jezus, onze verlosser bent. En dat we u niet kunnen missen. Heren, wij bidden u voor hen die worstelen met het avondmaal. Als dat elke keer weer opnieuw van alles in ons wakker maakt. Ook heel veel twijfel kan geven. Heren, wilt u dan ons tegemoet komen? Doe ons zien op u, Heer Jezus. Als de volkomen rechtvaardige, die zondaren tot zich roept. En doe ons dan onze hoop en ons vertrouwen stellen op niets en niemand alleen, dan op u en uw volbrachte werk op Golgotha. Heer, zo komen we tot u. Hoor naar ons gebed. In de naam van Jezus Christus. Uit genade. Amen. In de voorgaande bezinningsuren heb ik met u geluisterd telkens naar een volgend gedeelte uit het heiligavondmaalsformulier. En het was mijn bedoeling om dat avondmaalsformulier in de bezinningsuren op die manier gaandeweg met u te lezen. Maar mij persoonlijk beviel dat niet helemaal. Want het gevaar bestaat dan dat je te veel één bepaald aspect van het avondmaal en van de avondmaalsgang benadrukt. Terwijl een bezinningsuur als dit ook bedoeld is om een wat meditatiever karakter te hebben, denk ik. En daarom laat ik de voortgaande lezing van het avondmaalsformulier los en wil ik me in de eerste plaats richten op een bijbelgedeelte. En uiteraard zullen daarbij wel onderdelen van het formulier telkens worden gelezen en worden aangehaald. Maar de volgorde wordt dus omgekeerd. Bij de schrift komt het avondmaalsformulier ter sprake, in plaats van andersom dat bij het avondmaalsformulier de schriftplaatsen en de bewijsplaatsen worden gelezen. En voor de bijbelgedeeltes ben ik van plan om te gaan kiezen vanuit de psalmen, vooralsnog, en vanavond wil ik daarom met u lezen psalm 1. Psalm 1, daar willen we vanavond bij stilstaan. Daar lezen wij het woord van de Heere. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdekt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt, al wat hij doet zal goed gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet, die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. De gemeente, broeders en zusters, de week van voorbereiding op het avondmaal is bedoeld om onszelf te onderzoeken.
kerk van de Reformatie, reikt ons daarbij in het avondmaalsformulier ook 3 vragen aan. En dat zijn oude woorden en misschien niet altijd voor ons heel toegankelijke zinnen, maar laten we ze zorgvuldig lezen, want het goud van het evangelie blinkt daarin. Als ik het wat in eigen woorden zeg, dan gaat het er allereerst om dat we in deze week onze zonden en vervloeking overdenken. En het doel daarvan is, zo zegt het avondmaalsformulier, dat we een afkeer van de zonde hebben en dat we ons voor God verootmoedigen. Want, zo wordt in het formulier ook duidelijk, Gods toorn over de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft kon laten. Dat het niet anders kon dan dat Christus voor ons moest sterven aan het kruis. Alleen langs die weg is er verzoening en vergeving. Je zou kunnen zeggen, het eerste wat we moeten overdenken is dus waarom Christus moest sterven. Waarom het niet wat minder diep en minder gruwelijk kon. Het is omdat uw en mijn zonde zo gruwelijk en diep gaan. Het tweede punt van het zelfonderzoek is dat we ons hart onderzoeken. Of we de belofte van God betrouwbaar achten en daar dus ook ons vertrouwen op stellen, op de belofte van God. Wat hij ons belooft, namelijk dat om het lijden en sterven van Jezus al onze zonden vergeven zijn. En ons zijn gerechtigheid wordt toegerekend. Oftewel, het tweede dat ons wordt aangereikt voor ons zelfonderzoek, dat is dat we overdenken wat de inhoud en de betekenis van Christus lijden en sterven is. Aan het kruis verdiende hij gerechtigheid. En die gerechtigheid had hij niet zelf nodig, want hij was in zichzelf volkomen rechtvaardig. Maar daarom kan hij die verdiende gerechtigheid ook toerekenen aan een ieder die in geloof tot hem de toevlucht neemt. En het derde punt van het zelfonderzoek is dat we ons geweten onderzoeken of we ook de gezindheid in ons hebben om voortaan ons leven in Gods dienst te stellen en om oprecht te wandelen voor zijn aangezicht en om in liefde en eensgezindheid tegenover onze naasten te leven. Als ik dat opnieuw wat vertaal, het gaat erom dat we deze week in onszelf het verlangen, iets van het verlangen en de wil ontdekken om in volkomenheid de Heere lief te hebben en onze naaste volkomen lief te hebben. Laat het duidelijk zijn, er staat niet dat we dat ook zullen doen. Die volkomenheid die past bij Gods heiligheid en de volmaaktheid van de Heere, die zullen wij nooit bezitten hier op aarde. Pas als we sterven of bij de wederkomst en we onze oude mens afleggen, zoals je oude kleren aflegt en wegdoet, pas dan zal alleen nog de nieuwe mens in ons leven. Maar nu is het nog maar stukwerk, stukje bij beetje, God liefhebben en onze naaste, zoals de Heere het bedoelt. Nou, zo reikt het formulier ons dus die 3 punten aan om bij stil te staan. Het waarom van Christus sterven, namelijk om onze zonde, de inhoud daarvan, dat we de belofte zouden geloven dat omwille van zijn sterven onze zonden vergeven zijn. En het derde, het doel van Christus sterven, namelijk dat we zouden leven tot eer van hem in volkomenheid, in volkomen liefde. 3 zaken om te overdenken voor u en voor mij. En natuurlijk moet dat overdenken zich niet alleen maar beperken tot een week van voorbereiding op het avondmaal, maar zo'n voorbereidingsweek is er wel voor bedoeld om daar nu eens extra bij stil te staan. Want stel u, het is even voor, er staat vandaag of morgen iemand bij u aan de deur. En die zegt, ik kom u troosten en ik kom u versterken. Wat zou uw reactie zijn? Goede kans dat u zegt, nou, wat is er dan gebeurd? Is het erg? Nou, het avondmaal is bedoeld om te troosten en te versterken. Christus staat aan de deur van uw hart en leven.
En daarom is het goed om vooraf stil te staan bij dat waar die troost en versterking dan voor nodig is. Wat is er gebeurd? Is het erg? Onze ellende, vergeving en dankbaarheid. En daarmee komen we dan ook bij de kern van Psalm 1. Psalm die samen met Psalm 2 eigenlijk de opening vormt voor het hele psalmenboek. Psalm 1 is wel genoemd het waardige portaal van de majestueuze kathedraal van het gebed. Het portaal van de kathedraal van het gebed. Je zou het psalmenboek inderdaad een kathedraal van gebed kunnen noemen. Vrijwel elke psalm komt dat voor. Dat er gebeden wordt of dat de Heere, de naam van de Heere wordt aangeroepen en wordt lofgeprezen. Maar voor wij mensen tot de Heere spreken, is daar eerst Psalm 1, een psalm die ons leert om stil te worden en te overdenken. Welzalig, echt gelukkig is die man en die vrouw die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en die wet dag en nacht overdenkt, luistert, bemediteert. We komen in deze psalm twee wegen tegen. Deze psalm is nou echt een onderscheidelijke psalm. Heel kort wordt het samengevat aan het slot van psalm 1 in vers 6. Er is de weg van de rechtvaardige. En die weg, zo staat er, wordt door de Heere gekend. Dat wil zeggen, de Heere is daar met liefde bij betrokken. Wie zich op die weg bevinden, die worden door hem ook voortgeleid. Hij zorgt voor hen. Dan wordt je weg dus door de Heere gekend tot in eeuwigheid. Tot in het hemels Jeruzalem. Maar daartegenover staat een andere weg, de weg van de goddelozen. Hen die zonder God hun weg door het leven gaan. Leven dus op eigen kracht, op eigen inzicht. Uitlevend ook hun eigen verlangens. Streven naar eigen doelen en idealen, al of niet bewust. Maar die weg vergaat. Het is als kaf in de wind, zo staat er in vers 4. Het kaf dat de wind wegblaast. En je vindt het niet meer, het is weg. Zo vergaat een ieder in het gericht, in het oordeel, die slechts op zichzelf heeft vertrouwd. Het loopt uit op een eeuwige nacht. En daarmee wil deze psalm ons tot zelfonderzoek brengen. Want de vraag is dan natuurlijk, op welke weg bevinden we ons? De weg van de rechtvaardige. Daarvan zegt vers 1, dat je dan drie dingen niet doet. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaars en die niet zit op de zetel van de spotters. Wandelen in de raad van de goddelozen, dan gaat het dus over ons denken, raad. Onze opvattingen op allerlei terrein. Zijn het de opvattingen van de wereld om ons heen die God niet kent? Nemen we dat klakkeloos over of richten we ons naar het woord? Het woord van de Heer en de navolging van de Heer Jezus Christus. En staan op de weg van de zondaars, dan gaat het over ons gedrag. Hoe zit het met ons doen en laten? Onze handel en wandel. Wat wordt er zichtbaar daarin? En zitten op de zetel van de spotters, dan gaat het over waar we ons thuis voelen en thuis weten. Is dat in de kring van de goddelozen die spotten met God en zijn woord? Of is het door Gods genade anders? En voelt u zich daar niet thuis? Verlangt u naar een leven waarin zowel uw denken als uw handelen, als ook je thuis voelen van de Heere is? Eigenlijk gaat het dan om dezelfde dingen als die ik net noemde, die ons vanuit het avondmaalsformulier worden aangereikt. Een zelfonderzoek naar waar we ons eigenlijk bevinden. Waar ons hart naar uitgaat.
wat ons doen en laten ook is en ons verlangen is. En hoe dat ook in de afgelopen tijd voor ons is geweest. En wat levert zo'n zelfonderzoek u nu op? Als u daar eens eerlijk over nadenkt, ontdekt u dan uw zonde en ongerechtigheid? Kunt u dat benoemen? Wat dat dan voor u persoonlijk ook is? En brengt u dat ook in gebed voor de troon van de Heere, die troon die door het volbrachte werk van Christus een genadetroon is? We moeten er wel op letten wat vers 2 zegt van Psalm 1. Want wanneer kunt u nou avondmaal vieren? Als u bij uzelf ontdekt dat u inderdaad in de afgelopen maanden, en dat waren er dit keer heel wat, dat u niet hebt gewandeld in de raad van de goddelozen en niet hebt gestaan op de weg van de zondaars en niet hebt gezeten op de zetel van de spotters. Is dat het? Is dat de voorwaarde om zondag te kunnen gaan staan in de kerkbank waarmee u zegt, zegt u daar dan ook mee, ik ben staande gebleven? Niet gestruikeld, niet gevallen? Nou, wie van ons zou dat kunnen zeggen? Als u dat denkt te kunnen zeggen, ja, dan zult u de betekenis van het avondmaal niet vatten. Niet kunnen vatten, want het avondmaal zegt ons immers juist niet dat wij in onszelf zonder zonde zijn. Nee, integendeel, zegt het formulier. Juist omdat we in onszelf allerhande zonde en ongerechtigheid vinden, rest ons niets anders dan te belijden dat we midden in de dood liggen. En dat we het leven buiten onszelf bij Christus moeten zoeken. Maar Psalm 1 wijst ons ook niet terug op onszelf. Er staat niet, welzalig ben je als je dit en dat niet doet, niet hebt gedaan en juist in volmaaktheid Gods wet hebt gehouden. Nee, het staat er anders. Maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere, en die wet dag en nacht overdenkt. Gemeente, deze psalm die wil u en mij opwekken om die weg te gaan. Hij blijft niet hangen in het negatieve, als je maar niet dit en niet dat. Hij wijst ons ook op het positieve. De vreugde vinden in Gods wet en woord en daarmee bezig zijn dag en nacht. Die wet overdenken. Daar staat letterlijk zoiets als murmelen. Het wijst op steeds weer rustig lezen van de Bijbeltekst. Het herkauwen en het opnieuw overdenken van de woorden van de Heer. Zodat ze al meer tot je gaan spreken. En dat zijn woord het ook voor het zeggen krijgt in uw leven. Mogelijk zegt u, daar was ik de afgelopen tijd veel te druk voor. Om dat nu ook daadwerkelijk een plek te geven. En wat dat betreft werd ik vanmiddag aan mezelf ontdekt. Want bij een aankondiging voor dit bezinningsuur schreef ik, geplant aan waterstroom. Geplant met een D. Taalfout. Maar misschien zat er wel meer achter. Geplant dus in de zin van planning, omdat je zoveel te doen hebt. Maar het moet natuurlijk zijn geplant met een T. Geen planning, maar planting. En een plant, een boom, heeft tijd nodig. Die heeft tijd nodig om te groeien, om tot groei en bloei te komen. Dat is iets van de langere duur. En zo moeten wij in onze drukke planningen tijd maken en tijd nemen om tot groei en bloei te kunnen komen bij de stromen van het levende water van Gods woord. Dat vraagt bekering. Nemen we er de tijd voor. Het is een goed teken dat u hier bent vanavond. Of dat u vanavond op afstand meekijkt. Nemen we de tijd om Gods woord in alle rust te laten spreken.
dat tot ons door te laten dringen. Niet afraffelen, maar met aandacht de Bijbel lezen. Want welgelukzalig ben je, zegt Psalm 1, wanneer dat je leven is, als je je vreugde vindt in de wet en in het woord van de Heer. Want die andere weg, de weg van de goddeloze, loopt dood. We komen hetzelfde tegen in het avondmaalsformulier. Als die hele lijst met zonden wordt benoemd, afgodendienaars, hen die de naam van God misbruiken en lasteren, hen die het woord van God verachten en de sacramenten veronachtzamen. En al die dingen meer. Het tekent de weg van de goddeloze. En wie op die weg loopt en wie daar geen berouw over heeft, wie daar rust bij vindt, die kan geen avondmaal vieren. Als je op die weg nog je vreugde ligt en je daar je toekomst van verwacht, dan is er geen ruimte voor Christus. Dan heb je hem niet nodig. Maar als u hem wel nodig hebt, als uw vrede niet meer daar ligt, maar op de weg van de Heere ten diepste, en als het verlangen van uw hart is om voor hem te mogen leven, tot zijn eer, meer tot zijn eer, omdat het bij ons vaak zo schamel is. Als dat uw verlangen is, en uw hart gaat uit naar de Heere en zijn dienst, dan geeft Christus aanstaande zondag zijn sacrament ook voor u. Om u ervan te verzekeren en er ook mee te troosten dat al uw zonden om zijnentwil vergeven zijn. Dat dat de belofte is waar we ons vertrouwen op mogen stellen. En dat zijn liefde u vervolgens mag aansporen om het goede te zoeken en zijn wet te overdenken, dag en nacht. Deze psalm heeft Christus nodig. Er is er namelijk maar één die werkelijk rechtvaardig is geweest en een volkomen rechtvaardige weg is gegaan. En dat was Jezus zelf. Hij is die weg gegaan in onze plaats. Hij heeft de zaligheid verdiend. Maar hij is de dood ingegaan. Neergedaald tot in de hel. Opdat hij aan ons dat hemelse zalige leven zou geven. En hij nam het van ons over. Wij die de dood verdiend hebben. En daarom staat aanstaande zondag Christus zelf centraal en is hij de gastheer. En wanneer dan de uitnodiging uitgaat om brood en wijn tot zijn gedachtenis te ontvangen, dan mag u gaan staan zondag. Zo vieren we dat nu in deze tijd. Gaan staan, niet omdat u zelf staande bent gebleven. Laat dat het niet zijn, maar omdat hij staande bleef. Hij is de rechtvaardige, die zijn gerechtigheid aan het kruis verdient, in genade en ontferming wil uitdelen. En we mogen dan gaan staan op die rots, Christus, om daar onze kracht en ons houvast te vinden, in hem alleen. Niet in onze onzuivere levenswandel, maar in die zuivere van hem. Omdat we onze vreugde vinden bij hem, aan zijn voeten en in zijn evangelie. Wie daarin staat, die staat als een boom, geplant aan waterstromen. Ziet u hem in gedachten staan, die boom? Aanvankelijk nog maar een twijgje misschien. Misschien voelt u zich zo wel in deze dingen. Een twijgje. Maar hij mag groeien. Want hij staat goed. Er is levend water. En u mag het water van de stroom in u opnemen. Van het levende water dat Christus geeft. Zijn evangelie. En wie daar staat, aan die kant van dat water,
die zal uiteindelijk vruchten geven. Op zijn tijd. En zijn blad verwelkt niet. Want er is voeding genoeg. Levendmakend water. Zo wil de Heere ons voeden. Met zijn woord, zijn geest. Met het sacrament. Opdat het ons troosten en versterken zal. En in de vorm van het brood en wijn wil dat evangelie, dat levende water, ook zondag onder ons in de gemeente aanwezig zijn. Dat mag uw en jouw vreugde zijn. Zo mag u zondag bij brood en beker zijn dood overdenken, als u daar uw vertrouwen op stelt. Niets in en uit mij, maar alles in en uit hem. Zullen we daarom nu ook de berijming van Psalm 1 zingen, het eerste vers. Samen danken en bidden. En dan kijken we naar u, Heer Jezus. U bent de enige die dat volkomen heeft kunnen doen. U was volkomen thuis bij uw Vader, ook toen u hier op aarde was. U heeft in uw handel en wandel niets dan goedheid, zuiverheid getoond. En uw gedachten waren in volkomenheid de gedachten van uw Vader, de raad van uw Vader. Heere, dat is voor ons niet zo. In ons denken, in onze handel en wandel, en waar we ons thuis voelen, daarin zondigen wij in vele. In vele dingen. Heere, wij bieden u om genade. We hebben nergens recht op, Heere. We kunnen niet tegen u zeggen, maar we hebben wel iets om u aan te bieden. Dat we het zouden kunnen kopen. Het is alles tekort. Het is slechts schuld aan onze kant. Maar u heeft uw Zoon gegeven. Heer Jezus, kom ons tegemoet.
ook in de worstelingen die we kennen. Kom ons tegemoet. Openbaar uzelf. Laat ons oog op u zijn gericht. En Heere, dan worden we klein, want u moest aan het kruis sterven. Met minder kon het niet toe. U gaf uw leven, opdat wij zouden leven. Maar Heere, geef dat we in ootmoed en dankbaarheid dat geschenk van u mogen aanvaarden in geloof, met overgave. Heere, geef dat we niet onze houvast en onze grond in onszelf zouden zoeken. Het is er niet. Maar dat we zullen staan op u, de rots. Want Heere, daar is het veilig. Dat we daar ons levenshuis opbouwen. Want als dan de stormen komen en de regen komt, dan blijft het staan. Omdat het gebouwd is op u, Heere Jezus. Op uw werk. Heere, wilt u ons zo in deze week ook verder leiden in de overdenking van deze dingen? Wees met uw Heilige Geest dan bij ons. En u weet, Heere, dat we soms zo druk kunnen zijn. Dat ook die stilte, om die stilte te zoeken, dat het onder druk staat. Maar bekeer ons, Heer. Geef dat wij ons bekeren. Tot u. Werk met uw Geest. Doe ons ook in die dingen een nieuw leven ontvangen. Dat we u kunnen zoeken. Want u laat zich immers ook vinden. Heer, wij danken u dat we zo vanavond hier bij elkaar mochten zijn. Leid ons over de wegen als we straks weer naar onze huizen gaan. En brengt u ons als gemeente aanstaande zondag hier bijeen. Wilt u ons dan ook een gezegende zondag geven rondom woord en sacrament. Hoor naar onze gebeden. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus alleen. In de vergeving van al onze zonden. Amen. Wij willen tot slot met elkaar gaan zingen uit Weerklank 326. Daarvan het eerste en het derde couplet. Een lied dat ook over de gang naar het avondmaal gaat. Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, wil mij vergeven wat ik u misdeed. En het derde vers. Gij die voor armen rijkdom hebt bereid, voor onrechtvaardigen gerechtigheid, zie hoe naar u zich mijn verlangen wendt. En leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament. Thank you.
Ik wens u allen wel thuis en hopelijk tot zondag.